Kwart rond naar Meppel, mag je hier rechts blijven rijden. Hier heb je nog een rijstrook zitten. En ik blijf hier gewoon rechts rijden. Tenzij er een vrachtwagen rijdt, mag je ook weer die linker pakken voor rechtsaf. Dan ga je hier richting Meppel, de snelweg op. A28. Dan mag je verderop richting Meppel, de snelweg op, kwart rond richting Meppel. Ja. Het makkelijkste is de rechter rijstrook inderdaad. Maar mocht je een vrachtwagen rijden, je hebt twee rijstroken van rechtsaf straks, dan kun je ook nog de linker pakken. Hier heb je geen bypass, zie je dat? Want je mag niet doorrijden langs de verkeerslichten, jammer genoeg. Druk. Hier twee rijstroken voor rechtsaf zitten. Dan mag je weer snelheid maken om dadelijk te kunnen invoegen. Maar ja, dat lukt niet zo erg met die auto's voor je. Afstand houden is wel heel belangrijk. Dan kun je makkelijker invoegen dadelijk. Bypass vanaf de A28, afslag Meppel, Zwolle-Zuid, vanaf Meppel, kom je hier op het plein rijden, ga hier rechtsaf de bypass op. En verderop moet je dan invoegen richting Asselt-Genemuiden. Nou ja, terug naar de 4. De richting mag nu uit. Lekker doorrijden. Je kunt gewoon lekker vlot langs hoor. Kijk, hier mag je alweer 70, dus. Nou, dit is heel belangrijk, hè? Dat je hier vlot van rijstrook wisselt, goed aanpast aan het verkeer op de hoofdrijbaan. De bypass vanaf het kwart rond vanaf het CBR naar Amersfoort is deze. Dit gaat naar rechts en dan ga je hier zo. Snelheid maken om dus A28 op te gaan. Nou, je ziet de borden al, dat is al redelijk makkelijk. Ja, heel belangrijk dat je gelijk rechtsuit komt, hè? Dat doe je goed. Nou, je ruimtekastje in orde houden op zo'n plein is ook heel belangrijk. Nee, ook geen koppeling hoor. Die richt je maar uit. Dan moet je weer invoegen. Hè? Vroegtijdig gaan kijken wat er allemaal achter je zit en aankomt. Ja, invoegen. Pas. Je komt vanaf Amersfoort de A28 af, Zwolle-Zuid, afslag Zwolle-Zuid. Dan pak je deze rijstrook, de meest linker rijstrook voor rechtsaf. En dan volg je die uit de richting aan naar rechts, totdat je hier bent. En dan sla je af naar het Zwolle Centrum. Dus vandaar dat je hier de linker rijstrook pakt, dan kom je hier makkelijk naar links. Dus rechtsaf richting Zwolle-Zuid en daarna Zwolle-Centrum. Dus rechtsaf, dan kijk je welke rijstrook voor rechtsaf de linker rijstrook voor rechtsaf is, omdat je naar het plein linksaf moet. Hè? Nou, je ziet dat je hier zie je twee rijstroken voor rechtsaf, dus de meeste linker hou je aan. Ja, keurig. Doen ze niet zoveel op examen deze mogelijkheid, maar het kan wel.
Kan voorkomen. Dus nou kom je helemaal links uit gelijk, zo. Maar daarom ben je links gaan voorsorteren. Hè. Moet wel eventjes weer achter je kijken, om je heen blijven kijken. Nou, verder op linksaf, dan ben je plein richting het centrum. Zie, daarom moest je links opstellen, hè, om hier links uit te komen. Want anders kom je in de problemen hier, hè. Snap je? Ja. Hier heb je ook de keuze voor de rechter of de linker rijstrook. Kies je voor de linker rijstrook, moet je ook later weer invoegen. Hè? Dat moet je altijd goed beseffen.